Is Boadu nu de perfecte vervanger voor Ugalde? En hoe bevalt het Matthias Kjölöy als speler van FC Twente, basisspeler al sinds zijn tijd? Het is 29 januari 2024. Dit is de eerste helft van 1 Twente voetbaltijd. Met in de opstelling Good Old René Wagelaar en zoals gezegd Matthias Kjölöy. Ja, René. Wat leuk. Daar ben ik weer even. Ja, ik vind het mooi, man. Niet te geloven, toch? Ja, een déjà vu weer dit. Ik denk, ik ben de beroerdste niet. Ik vervang Mick een keer. Ik ben hondsberoerd, maar we proberen elkaar erdoor. Jij ook al een beetje. Ja, man. Buren hebben de hond weggedaan, want ik blafte zo hard. Ja, ja. Die hebben de hond weggebracht, vrijdag en zaterdag. Oh, hoest, en nu is het wel weer vrij. Ja. Ik had geen stem meer. Ik zeg ook altijd, zo ziek als een hond, maar dat is een belediging voor een hond eigenlijk. Ja, maar wat heb jij dan? Ook verhoging? Ja, kort gehad, maar dat is voorbij. Want dat had ik ook niet kunnen maken met betrekking tot de gast. Hè, want die moet gewoon gezond blijven de komende zeker, tijd. Zeker. Matthias Kjölöy. Ja. Eerst even, René, want je hebt natuurlijk, je zit hier al een tijdje weer, een jaartje in dit format, mogen we zeggen. En daar hoort ook de aftrap van Wagelaar bij. Dat doet Mick van Hals, die ik even vervang, die doet het altijd. Wat is dit weekend jou, of deze week jouw aftrap? Nou, dat zal ik je vertellen. Wat mij opvalt is dat Twente in een jaar of vier tijd van nul uit kunnen geven, nu al naar spelers kan kijken met een transferwaarde van tussen de zeg maar 7 en 10 miljoen misschien, ongeveer 7 à 10, dat je niet 17 denkt. Nee, maar ze zijn nu bijvoorbeeld bezig met Boadu. Ja. Ah, dat was een paar jaar geleden was dat gewoon onmogelijk om Ugalde te kopen. Dat zal een leenoptie worden, huren. Dan nog Ed, ze konden toen alleen maar kijken bij Telstar, bij Haarlem, wat niet meer bestond. En Top Os. En nu komen ze al met dit soort kwalitatief spelers aan. En dat is een aardige stap omhoog, hoor. Pas het is op. Snel gegaan, maar je moet ook iets. Hè? Je moet ook iets. Ja, maar ze kunnen het nu ook. En dat is eigenlijk wel mooi om te zien. Ja. En het komt puur omdat het beleid gezond in elkaar zit vanaf boven. Daar hebben we het al vaker over gehad. Maar dit is prachtig om te zien dat ze nu niet gaan kijken naar een speler van, weet ik veel, een onbekende. Maar Boadu, dat kan een voltreffer zijn. Ja, als het nog de oude Boadu is, maar daar komen we later op. Ja, daarover gesproken. Want natuurlijk is het zo dat Twente een grote som geld vangt voor Ugalde, wat je er ook moreel van vindt. 13 tot en met 15 miljoen, dat zal het dan uiteindelijk worden met de bonussen erbij. En wat ze daar precies mee willen gaan doen, dat is natuurlijk ook voorgelegd aan de trainer van FC Twente, Jozef Oosting, door de collega's van 1 Twente. Het zakelijke gedeelte is dat er een flinke som geld binnenkomt. Heb je de garantie van het bestuur gekregen dat jij daar iets van mag besteden? Nou, garanties krijg je, die krijg je wel in het leven, maar dat gaat over andere dingen. Maar je hebt het daar natuurlijk wel met elkaar erover. We hebben een goed alternatief met Ricky van Wolfswinkel. Maar aan de andere kant, als daar iets mee gebeurt, wil je wel graag dat we nog een spits erbij zouden kunnen krijgen. Alleen dat moeten we wel overwogen doen, want uiteindelijk het moet een speler zijn die graag bij Twente wil voetballen. En uiteindelijk past in de manier van voetballen, maar ook qua karakter bij de club. Ja, we gaan het zo natuurlijk nadrukkelijk hebben over de opvolger. Dat zal dan waarschijnlijk Boadu worden. Maar we hebben natuurlijk een gast, Matthias. Welkom. Dankjewel. In deze mooie ruimte. En om jou een beetje nadrukkelijker te introduceren, heb ik een paar vragen voor je. Ja. Omschrijf jezelf. Korte antwoorden geven, dat is een beetje het idee. Mm-hmm. Omschrijf jezelf in 1 woord. 1 woord? Ja. Dat is een lastige. Als een persoon of voetballer? Ja, bijvoorbeeld. Rustig. Oké, en als voetballer? Misschien een beetje old-fashioned. Old-fashioned, ouderwets. Ja. En daar bedoel je mee? Gaan we het zo over? Ja, eerder. Ja, oké, is goed. Ja, we moeten het kort houden op dit moment. Wanneer word jij de ploegmaat van Erling Haaland in het Noorse elftal? Ja, dat zullen wij zien. Ik ga nog mijzelf blijven doortrainen en goed trainen. En dan zullen wij zien wanneer ik samen met hem kunnen spelen. Wie is jouw grootste inspiratiebron geweest? Ik denk mijn vader. Mijn vader was eerder voetballer. Hij heeft in Noorwegen gespeeld en in Zweden. Dus hij is sowieso een van mijn grootste voorbeelden. Favoriete moment uit je voetbalcarrière? Goeie vraag. Ik herinner me meest onder 17 kampioen PSV tegen Ajax. Toen heb ik goal gemaakt. We hebben 3-1 gewonnen, denk ik. Dat was heel een mooie moment. Oké.
Magnus Carlsen of Ole Einar Bjørndalen? Magnus Carlsen. Ja, we moeten het ook over schaken, hè? Ja, zeker, voor de goede orde. Het zijn Noorse grootmeesters. Ja. En wat dacht je van Bjørndalen? Hè? Super lang over. Hij is ook goed, hè. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Johan Olaf Kors. Hè? Maar dat is een beetje voor jouw tijd, ja, de schaatsheld. Bij FC Twente blijven, dat is de laatste dan van dit korte rijtje, of terug naar PSV? Gewetensvraag. Goeie vraag. Durf niet te zeggen. Nee. Hou het maar zo. Daar gaan we het zo misschien al wel over hebben. En je hebt je contract verlengd niet lang geleden, hè, bij FC Twente tot 2027. Dat werd goed gevierd door je medespelers. Laten we maar even gaan kijken hoe dat ging. Mooi, hè? Ja, dat is humor. Zeker, ja, zeker, ja. 100%. Was het niet uitgelekt van tevoren? Je wist het niet? Ik wist het helemaal niet. Nee. Dat is helemaal maar mooi. Ik heb wel gedacht dat iets gaat gebeuren vandaag. Ja. Dus dat was zeker mooi. Leuk. Er zit ook een beetje de sfeer in de ploeg, die de ploeg kenmerkt. Ja. Vrienden onder elkaar. 100%. En ja. Het maakt ook gewoon het team ook. Je voelt ook beter wanneer je zo dingen kunnen hebben. Ja. Dat het niet alleen maar focus zijn op het veld, maar ook dat wij gewoon leuke dingen samen kunnen doen. Het leven aan zich, hè? Ja. Klopt. We gaan naar Feyenoord Twente, gaan we het over hebben. Maar eerst even, want er ging een hele turbulente week aan vooraf voor FC Twente. Ugalde werd verkocht. En dat is inmiddels wel, is dat duidelijk, naar Spartak Moskou. Dat was ook een beetje jouw vriend, hè? Klopt. Binnen de selectie. Ja, wat heeft dat met jou gedaan? Sowieso mijn beste vriend in het team. Precies. Ja, eerlijk was ik misschien een van de meest triste dagen in mijn voetbalcarrière. Ja. Omdat ik nu bij eerste elftal bij FC Twente speelde. En ik heb een hele goede connectie met Manfred gehad. Ja. Waar zat hem dat in? Waarom waren jullie zo goed bevriend? Ja, het was gewoon een soort van een klik van dag één. Hij was niet best in Engels. Nee. Maar wij kunnen wel gewoon communiceren op en naast het veld. En verder hebben wij samen uit kunnen eten. Ja. Bowlen bijvoorbeeld. Ja. Dus je had veel steun aan elkaar. Zeker. Dat bestaat, hè? Als je binnenkomt en je hebt meteen een klik. Ja. Hadden wij ook vroeger. We zagen elkaar en was meteen. Ja, maar dat is echt. Ja, nee, hoe dat meteen. Vooral meteen een klik. Dan heb je zo. Ik heb ook wel eens met mensen en denk ik, jezus, hou op, man. Maar dit was echt meteen ook. We konden direct goed samen. Lezen en schrijven. Lezen en schrijven. Zelfde hobby's. En toen ik de bericht heb gekregen dat Manfred gaat weg. Ja. Stuur ik hem een berichtje op donderdag of vrijdag. Ja. Of wij even gewoon afscheid kunnen nemen. Ja. Dus hij ging naar mij thuis en een beetje gesprek hebben over wat nu de volgende weken gaat gebeuren. Ja, en tranen of niet? Beetje. Ja, toch wel. Zeker, hè? Zeker. En een hug? Zeker. Ja, wel een goeie. Ja. Maar je kan nog een keer naar hem toe. Tuurlijk. Altijd. Tuurlijk. Ja, en Moskou. Ja, kan wel, maar. Hij kan daar naartoe, denk ik, om te kijken. Ja. Zeker. Ja. Vind je het lastig dat hij naar Moskou gaat? Naar een land in oorlog met de Oekraïne? We moeten dat niet al te zeer. Nee, klopt. Naar de politiek durf het ook niet te zeggen, maar ik heb veel respect over Manfred en ik begrijp 100% de keuze van hem. Ja. Dus ik wens hem alleen maar succes. FC Twente speelt 0-0 in Rotterdam. Op papier natuurlijk een goed resultaat. Brenet die speelt dan op rechtsbuiten. Flap. Zoals de laatste weken op linksbuiten, hoewel die een keer werd gepasseerd. En Rots stond in de spits. En wat vond Rots daar nou van, dat hij een keer als centrumaanvaller mocht aantreden? Nou ja, wel even wat anders, want ik heb lang niet in de spits gespeeld. In de jeugd heb ik wel vaker in de spits gespeeld. Maar eigenlijk in het eerste was, alleen het eerste jaar, 3 jaar geleden heb ik wel eens in de spits gespeeld. Maar ja, het was wel even wennen om het constant met een man in je rug te spelen en niet aan de zijlijn te staan. Maar ja, ik denk dat spits mij ook op zich nogal ligt.
Dus het was wel even wennen, maar ik denk uiteindelijk dat ik het wel redelijk heb ingevuld. Ja, Rots kreeg een enorme kans op 0-1. Schiet iets te snel. Iets te snel, denk ik. Ja. Wist misschien niet precies waar hij stond. 100ste van een seconde moet je beslissen. Oriëntatie. Maar dat andere belangrijke moment, hè, dat was al een doelpunt. Hè. Ik bedoel, Flap scoort op aangeven van Brunet. Maar dan wordt die beslissing teruggedraaid. Terecht, omdat hij voor de bal staat. Ja, terecht. Dom. Ja. Maar je kunt er beter mee stoppen, want daar heeft iedereen al over gehad. Hij zal het zelf wel weten. Nee, dat vind ik ook wel. Het is oliedom. Ja. Dat zie je. En je ziet Brunet duidelijk dat hij... Ja, godverdomme, die blijft nog achter. Je moet gewoon even wachten, man. Het is heel simpel. Ja. Om te zeggen, maar hij moet dat weten, hij is professional, hij moet dat weten als geen ander. In de pupillen hebben we dat allemaal meegemaakt en Flap die wordt genoeg gestraft natuurlijk door de media en door alle aandacht wat jij al terecht stelt. Matthias, jij staat in het veld, je begint aardig in die wedstrijd, je krijgt kansen op de counter, dus zoals gezegd Rots die de 0-1 kan maken. En dan denk je dat je op 0-1 komt, wat ging er door jou heen op dat moment? Ik bedoel, had jij de indruk dat dit afgekeurd zou worden? Nee, eigenlijk niet. Ik dacht eerst van dat... We hebben hem te pakken. Ja, wij staan 1-0 voor. Ja. En toen heb ik die scheidsrechter gezien dat hij die hand omhoog doet. En dan dacht ik van, zonde. Maar wij moeten wel doorspelen. Ik dacht eerst toen Rots die bal gaf, misschien is het wel buitenspel, dat trainde iets over de middenlijn, maar dat was het. Bij lange na, nee, dat was al een paar meter er zelfs achter. Ja, ja. En toen kijk ik, denk, pot, dit kan toch niet waar zijn. Dat is echt, niet te geloven. Maar jammer. Goed, hoe dan ook, je komt niet op 0-1, bijna wel op 1-0 achter. De penalty, ja, dat was de held. Ja. Naast de held. Ja, ja, ja. Ja, echt. Hij is, die heeft ze gered. Hij is zo goed. Boah. Ik vind hem zo goede keeper. Echt. Ja, ben je nog alles? Echt, nou, jij ook, want iedereen springt op hem en je moet snel weer door. Maar ja, jij ook even van... Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Nee, ik vind hem echt een goede keeper. Twente speelde overigens een aardige eerste helft. Hè, want Feyenoord kwam er eigenlijk niet zo qua kansen aan te pas. En ondanks het feit dat je natuurlijk een hele onrustige week hebt gehad. Heeft dat nog ergens doorgespeeld? De ellende tussen aanhalingstekens, het tumult rondom Ugalde. In de wedstrijdbespreking, in de kleedkamer. Heb je dat dan nog over? Een beetje. Maar ik vind wel dat wij goed heeft omgeschakeld. Zo is het leven en zo is gewoon de voetbalwereld. Ja. Dus wij moeten snel omschakelen en gewoon wedstrijd spelen. Het kwam ook onverwachts. Je had niet verwacht dat hij in de winter zou gaan. Ik denk, als hij nou in de zomer gaat, is wat voorspelbaarder. Nee, ja, dat kan eerder, maar ik had nooit verwacht dat hij in de winter nog zou gaan. Nee, wij ook niet. Maar goed, als je zo'n bot krijgt, wat moet je dan als club ook? Ja, dat is gigantisch natuurlijk. Ja. Klopt. Ja, dat zou je nog de fiets weg moeten brengen, zou je denken dan. Ja. Zo zeker. Ja, echt, ga maar, want dat krijg je ook niet snel weer, zo'n bot. Nee, Europa klopt. Moet je maar eerst afwachten als van de zomer alles open is. En hij maakte nog 3-4, eindig op 12-13. En je wil dan rond de 15 miljoen beuren? No. Er was nog wel wat twijfel bij Twente natuurlijk. Hè. Ook bij Brugink en bij Strooijen. Moreel gezien, dat snap ik. Ja. De Raad van Commissarissen die heeft dan inderdaad de boel doorgeduwd. En dit is natuurlijk ook het verdienmodel van Twente. Hè. Een speler oppikken en met winst weer verkopen. Dat bedoel ik net in het begin. Ja. Dat zijn ze nu al aan het doen. Ja. En dat is natuurlijk goed. Zo kun je wat opbouwen. Ja. En ze halen ook geld uit Rusland nu. Het is niet andersom wat Hans Kruijk al zei. Ja. Er gaat nu natuurlijk je onttrekt geld aan de Russische economie. Ja, dat is toch anders. Je helpt ook nog. Hoe je het ook bent of keert. Ja, hoe dan ook. Ik hoop dat hij daar gelukkig wordt. Dat hij daar... Kijk, mij krijgen voor 1 miljoen per dag niet naartoe. Nee. Maar dat is wat anders. Dat is een gevoel. Maar als hij maar gelukkig wordt, dan dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Want je kan een hele zak geld verdienen. Maar je moet wel gelukkig zijn. Heb je daar nog over gehad met Manfred, dat hij daar in een hele andere omgeving terechtkomt? Hè? Hier was het een beetje la familia geworden met de spelers. En jij was goed met hem. En nu komt hij natuurlijk in een koude, kille wereld terecht. Nieuwe contacten maken. Klopt. Wat zei hij daarover? Ja, toen wij die laatste gesprek hebben gehad vrijdag, heeft hij gezegd dat... hij heeft ook een beetje geluk gehad omdat die trainer, hij spreekt wel Spaans. Okay. En ook die technische directeur in de club spreekt ook Spaans. Het is ook twee spelers van Paraguay, denk ik, die ook Spaans spreekt. Dus je hebt wel een beetje wat communicatie mogelijkheden. Dus, maar salaris is dan wel zo, als je er naartoe gaat, trakteert hij op eten. Kijk. Ja, dat weet ik zeker. Zeker. Ja, dat zeker. Gaat hij zeker doen. Kijk, zeker. Dat is wel duidelijk. Maar hij zegt gewoon van het begin dat
hij voelt gewoon, ja, oké, okay, niet thuis, maar hij voelt wel dat dit is gewoon een goede keuze voor mij. Ja, nou, dat moet je doen. Zeker. Familie gaat mee, denk ik? Wel zijn vriendin hebben gehoord. En ja, die familie komt zeker om bezoeken. Ja, tuurlijk. Okay. Nog even terug naar die wedstrijd tegen Feyenoord van FC Twente gisteren. Na een minuut of 10, ik zit te kijken, vuurwerkgeluiden vanuit het publiek. Een paar randidioten uit Rotterdam. Simpele zielen. Simpele je zielen. Denkt toch bij jezelf, die moeten een keer opgespoord 23 worden. 23 jaar geleden. Geef ze een stadionverbod, een opvoedcursus. En dat is van die vuurwerkramp, weet je nog, wat hier was vroeger. Maar dat is voor zijn tijd. Ja, ver voor jouw tijd. Was in 2000. Eén. Ja, toen was ik geboren. Dat was een jaar voor zijn geboorte. Dat is maar dan is hier vuurwerkfabriek is ontploft en weet ik allemaal wat. En heel, dan gaan ze nu bij Feyenoord en Ajax in het begin ook vuurwerkgeluiden maken als Twente komt. Ja. Dus je moet eigenlijk moet je die mensen die dat doen, die moet je 10.000 keer strafregels laten schrijven. Van bij de vuurwerkramp in Enschede zijn 23 doden gevallen en ik ben zo stoer om daar geluiden over te gaan maken. Dat moet je ze eigenlijk laten doen. Maar en vervolgens een lezing hier in Enschede. Zo moeten we dat er een beetje uitrammen. Op een andere manier kan dat niet. KNVB grijpt ook niet in. Maar goed, dit geheel terzijde. Twente pakt een punt. Uiteindelijk tevreden, denk ik. Hè? Zeker. Al met al. Ja. En jouw positie zelf, Matthias. Hè? Want jij bent natuurlijk basisspeler. Dat is duidelijk. Alleen laatst, dan probeert de trainer wat op het middenveld. En dan, ja, dan komt Eiting komt voor jou in de plek. Mm-hmm. Hoe ziek ben je daarvan? Ja, nee, ik ben niet ziek hoor. Ik, ja. Soms als trainer iets anders willen proberen, moet je als speler gewoon accepteren. Ja. En ja, gewoon doorgaan wat je zelf hebt gedaan die laatste 6 maanden. Dus ja. Het is niet leuk om op de bank te zitten. Maar als je dan erin komt, moet je dan bewijzen. Waarom jij eigenlijk in de basis moet... Twee jaar geleden, Ed, zouden wij nog altijd bij de Valk. Heb ik al gezegd over Matthias. Moet je echt, wij kunnen dat qua techniek nog niet bij 1.20. Nee. Het is nog geen NOS. Maar toen heb ik over hem gezegd. Zo'n goede speler, dat zien ze nog niet, op een of andere manier nog niet goed. Onzichtbare uitblinker. Ja. Zwart-witte schoenen nog aan. Je hoort hem niet, je ziet hem niet. Ja. Maar hij doet alles goed. Ja. Dat heb ik jou 2 jaar geleden in het programma. Nee, dat vertelde al over hem. En nu is hij gegroeid iets. Hij is ietsje vrijer geworden. Want hij moet natuurlijk qua brutaliteit, mag er best ietsje bij. Dus zich uiten van dit en vuist op tafel als de trainer zegt van je bent gepasseerd. De vuist op tafel, dat soort dingen, dat mag best wat meer natuurlijk bij hem. Maar dan is hij een dik basisspeler van Twente 1. Ja. Hij 100%. Zegt net al, karaktereigenschap, rustig. Ja. Dus je bent ook niet degene die gelijk gaat schreeuwen als de trainer jou een keer op de bank zet, hè? Nee. En je zou het eigenlijk wel moeten doen. Klopt. Ja, klopt. Kijk, dan weet je hoe het de volgende keer moet. Zeker. Ja, even een opvoedcursus. Ja, dat doen we erbij. Gewoon gratis. Beetje brutaliteit. Het hoort kost erbij. Niks extra. Nee. Hey, even over de stand op de ranglijst. AZ verspeelt ook punten, 2 punten. Noppert. Ah, dit is fantastisch dit weekend. Noppert. Andries Noppert. Wat is er met Andries Noppert aan de hand? Ik denk Ed, eerlijk alles gezegd, die heeft gezeten bij het EK toen, met Oranje. Hè? En die loopt daar tussen spelers, wat hij per jaar had, die hadden dat per week. Ja. Hij is in een hele andere setting terechtgekomen, op allerlei manieren. En hij is wel zichzelf gebleven, maar ergens in zijn hoofd is dat, hij is het kwijt. Hij is het gewoon kwijt. Hij gaat zo door de wereld, denk ik. Wat is me allemaal overkomen? Laat me zeggen, dat is het bij hem, denk ik. Want hij maakt eigenlijk om de paar weken een blunder. En Kees wil hem nog wel, die komt volgende week, die wil hem nog wel laten staan. Maar je kan ook bijna niet anders, want anders maak je hem helemaal kapot als je hem eraf haalt. Ja. Maar dit is weer een blunder, dat is niet normaal, hè? Nee. Hoe kan het? Nee. Maar voor Twente prima, want als je ziet dat AZ het komend weekend en Ajax in principe gaan verliezen. En Twente tegen RKC komen we straks op. Ja, dat kan wel eens heel fantastisch worden dat ze uitlopen. Ja, Twente-RKC komen we straks op. Komen we nu op vast even. Want Twente-RKC, dat is een moetje eigenlijk. Hè. Die wedstrijd die moet je winnen. Twente heeft van de laatste 5 wedstrijden tegen RKC 4 gewonnen. Behalve eerder dit seizoen. Dat was een bananenschil. Klopt. In het Mandenmakersstadion. Hoe laatste minuut. Hoe staat dat nog in je geheugen? Brengt dat revanchegevoelens met zich mee? Tuurlijk. Natuurlijk, voor mij wel. En ik denk als wij blijven spelen zoals wij de laatste paar wedstrijden hebben gespeeld, dan ook thuis. Denk ik dat ook. Dat helpt veel ook. Tuurlijk. Ja.
Dat zou wel moeten. Hè? Zeker. En je bent een beetje aan het kijken naar de opstelling van Twente voor komend weekend dan. Hè? Wat er, de nieuwe spits zal natuurlijk, nee, als Boadu al wordt gecontracteerd, die zal nog niet spelen natuurlijk. Van Wolfswinkel, die zal wellicht fit zijn. Stijn er weer achter. Stijn weer fit dan. Wat is jouw favoriete voorhoede bij Twente op dit moment? De eerste vier? Ik zou wel een echte linksbuiten willen. Taha van links was geen succes in de uitwedstrijd. Die zie ik toch liever van rechts als linkspoot. Mm-hmm. En dan is hij op zijn best. Ja, toch maar laten staan de voorhoede met Flap. En als je dan op links niemand anders... Unafar viel trouwens nog goed in bij, ja, Feyenoord, dat wel. Die zou je ook van links kunnen doen. Mm-hmm. En dan Van Wolfswinkel en Rots van rechts. Dus dat liet ik wel staan. Ja, okay. Maar ik ben eigenlijk... de linksbuitenpositie is bij mij nog steeds dat ik denk... daar zou iemand anders moeten spelen. Ja. Een echte linksbuiten. Ja, we gaan zo de prognoses nog over loslaten. Ja, we gaan zo naar wat andere onderwerpen in deze uitzending. De zoon van Michel Boerenbach, die heeft zijn... debuut gemaakt op het hoogste niveau van de amateurklasse voor de goede orde. Dat is mooi nieuws. En we hebben natuurlijk een spannende wedstrijd in Almelo achter de rug. Tussen Ajax en Heracles Almelo. Heracles Almelo tegen Ajax. Met andere woorden, daar gaan we het zo over hebben. Eerst even naar de pauze, want het is rust bij Voetbaltijd. Het vertrek van hoofdtrainer Jurgen Klopp bij Liverpool na al die jaren. En wat ging er nou mis op Erva Asito in Almelo bij Heracles Almelo tegen Ajax? Het is 29 januari nog steeds. En dit is de tweede helft van 1 Twente Voetbaltijd. Met dus Good Old René Wagelaar en de onzichtbare spelverdeler van FC Twente, Matthias Keuler. Ja, we nemen de kijkers natuurlijk altijd mee in dit programma langs een aantal ontwikkelingen in de voetbalwereld. En ja, een van de meest in het oog springende dingen was natuurlijk het feit dat Jurgen Klopp stopt als trainer van Liverpool na 9 jaar. Het einde van een tijdperk natuurlijk. En voor velen toch wel als een verrassing gekomen. Ik vroeg net in de voorbereiding aan René, kan ik dat aan jou voorleggen? Hij zegt, ik heb geen verstand van Klopp in Engeland. Klopt. Dus gaan we het naar Matthias Keulen verleggen. Klopt. Matthias, ja. Jurgen Klopp. Jouw idee bij die man, ja, bij zijn afscheid? Fantastische trainer eerst, maar nog steeds is gewoon zonde, trist dat, ja, hij na dit seizoen gaat stoppen. Ja. Hij heeft zo mooie dingen gedaan bij Liverpool. Hij en was ook bij Dortmund. Eigenlijk. Ja, bij Dortmund daarvoor. Ik vind het heel jammer. Maar ik begrijp ook wel dat zijn energie een beetje nu minder is. Ze hebben, ik denk... Je moet veel doen als een hoofdtrainer, dus begrijpen wel. Ik denk dat de bankrekening ook vol is en dan moet je stoppen. Er kan niks meer bij, nee, hè? Kan, ja, niks, klopt, meer bij. Nee, klopt. En je weet toch van gekkigheid niet meer wat je, nee, met het geld allemaal aan moet. Nee. Hij zal het ook niet voor het geld meer doen. Ik bedoel, nee, die man die is zo tuurlijk vol. Niet. Onze vriend Dick Advocaat gaat naar Curaçao. Ja. Er gaan 3 vliegtuigen achteraan met zijn geld, anders, ja, kan hij daar niet wegpakken. Oei, oei, oei. Ja, nou ja, mooi weer in ieder geval. Ja. Nee, zag maar... je het zwembad daar bij het hotel? Ja, het is... Corpot zal wel veel gaan zwemmen. Ik denk het wel, ja. Ja, ja. Die heeft 's avonds veel behoorlijke fascinaties. Maar goed, dat moet hij allemaal zelf weten. Nee, Klopp, natuurlijk een fantastische carrière gehad. Ik ken hem nog als logge spits van Mainz 05, hè, jaren geleden. Hij was ook een hele populaire analist voor de Duitse ZDF-televisie. En wat hij nu heeft gepresteerd is ongelooflijk. Aan de ene kant heb ik zoiets van... want je hoopt altijd dat mensen normaal blijven. En ik heb Klopp ook wel eens als een idioot tekeer zien gaan aan de kant van het veld. En denk ik bij mezelf, doe in hemelsnaam normaal. Maar ja, dat zijn alle trainers bijna die dat doen op die manier. Tuurlijk. Ja, Jozef Oosting niet, hè? Mourinho. Die is vrij rustig, hè? Mm-hmm. Matthias? Ja. Ja? Ja, ik vind het wel. Dat komt jou wel... te passen. Dat is wel iets voor jou dan, een trainer die rustig blijft, die geen gekke dingen doet. Nee, voor mij maakt het niet uit eigenlijk. Normaal, ja, communiceren. Ja, zeker. En Jozef heeft een hele grote kwaliteit in het leven, relativeren. Ja, dat klopt. Heeft hij. Heel belangrijk. En dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Hij blijft altijd zichzelf. En als je dat kunt, ongeacht of je verliest of wint, of als je aanvalt op een opstelling bij PSV, doet hem echt niks. En niks bedoel ik van... Het zal allemaal wel, joh, maar ik heb het zo gedaan en zo is het. Ja, en dat is het makkelijkste werken. En ook hoe je in het leven staat dan. Ja, ja, en dan zullen ze tegenslag krijgen of kritiek, terecht of onterecht. Maar daar wordt hij niet warm of koud, nee, van dan. Nee. Die assistent van Jurgen Klopp, die hij altijd roemt, dat is Pepijn Leijnders, dus een Nederlander. Hè? Veel van de data en zo. En die, wat zal die gaan doen? Wat zou jij hem adviseren? Want die stopt natuurlijk ook. Samen met Klopp geld tellen.
ja, met z'n tweeën, ik weet het ergens niet. Op een die paradijs gezeten. En dan waren ze binnen 2 weken helemaal zat. Dan waren ze hem helemaal zat. Hij moet zijn plek misschien ook kennen, hè? Niet een hoofdtrainer. Nee, dat denk ik niet. Dan was hij zo'n vreselijke wijsneus. Dan moet giga zijn daar. Ja, en dan waren ze hem ook, waren ze wel met 2 weken helemaal zat. Ja. Ik denk dat het een professor is. Ja. En of hij wel hoofdtrainer moet worden? Denk het ook niet. Misschien verandert. Van alles leer je, dat weet je, hè? Ja, dat is het leven. Dat leer je, maar... Maar dat gaan we dan zien. Iets anders, dat is natuurlijk de zoon van Michel Boerenbach, Lins Boerenbach. Die heeft zijn debuut gemaakt in het eerste van Sportclub Deventer. Ja. Daar heb je ze. En ja, dat stemt mij heel gelukkig. Want, Michel is oud PSV, oud Twente, middenvelder, van 35 meter de kruising in, een schot. Zulke bovenbenen zo, en dan boem, goeie voetballen. Mensen kennen hem natuurlijk. Maar te bescheiden. Ja, okay. Mensen kennen hem natuurlijk van een dramatisch ongeluk waarbij zijn 2 kinderen om het leven zijn gekomen. Ook nog. Jaren geleden, maar goed, zijn andere zoon Lins, naar wie hij dus inderdaad... Lins is genoemd naar de andere jongens, dat is een combinatie, de voornaam van de overleden jongens. En dat hij op dit moment zijn debuut heeft gemaakt in het eerste. Ook al hebben ze dan verloren van Eerbeekse Boys. Michel is zelf ook technisch directeur van Sportclub Deventer. Ja. Het geeft weer wat sjeu aan het leven. Mm. Dus dat schijnt ook wel een talent te zijn. Ja, hij heeft een geweldige linksboot. Ja, schijnt echt wel een goede speler te zijn. Dus ik weet niet hoe oud hij is, 7? Net 16 geworden. Net 16, ja. Ja. Kijk, sommigen kunnen op latere leeftijd ook nog weer een stuk beter worden dat ze het redden. Maar is wel, als hij zijn vaders kwaliteit heeft, dan komt hij in heel eind. Ja. Het moet alleen niet zo bescheiden zijn. Nee, precies. Ja, dat hebben we altijd tegen onze grote vriend gezegd, Boerenbach. Bijt van jou. Michel, maar mooi dat dit kan. Ja, mooi dat er dit is leuk. Dit is leuk. Mooi dat er weer wat geluk is. Misschien voor scouting wel om in de gaten te houden. Ja. Van de BVO's uit Overijssel. Er zijn er al een paar. Dus dat is ook een tip richting inderdaad BVO's. Ja, die wedstrijd die eindigt uiteindelijk in 2-4. Ik moet eerlijk zeggen, ik zag Jordan Henderson op de tribune zitten en ik zag een stukje van die wedstrijd. Die Jordan Henderson, die is geboren in Sunderland ooit en die is best wel eens met vrienden is gaan kijken naar een bekerwedstrijd van Hartlepool, derde niveau, tegen MK Dons of tegen weet ik veel welke, Southend United. Dit was slecht. Ik heb niet te geloven, die fouten centraal in de verdediging. Dit is niet normaal, hè? Die Henderson moet gedacht hebben, waar is hier de nooduitgang? Kan ik nog terug? Ik heb getekend, maar ik kan niet. Oei, was niet dat slecht, hè? Wat is dat slecht? Die Rens, die loopt daar rond alsof die pelen is. Ik denk dat Henderson nog niet eens zo verbaasd was over het stadion, want het is best aardig bij Heracles. Ik keek ook heel raar naar dat kunstgras. Hij dacht eerst dat de vloerbedekking er nog af moest en dat ze dan op gras gingen voetballen. Maar dat is echt zo. Ja. Daarom ja. gingen ze hem ook niet opstellen. Ik kan niet beginnen op kunstgras. Nee. Ben je gek. Ze komen wel snel. Maar wat een niveau, hè? Ja, erg, hè? Ik heb me verbaasd. Maar ik kijk vooral met een blik van Henderson. Die denkt van, waar ben ik in hemelsnaam? Hij werd steeds witter. Ja. Jullie hebben nog punten verspeeld bij Heracles, hè? 0-2 voor. Zit het nog ergens in je achterhoofd? Tuurlijk. Had jij toen basis? Voor mij wel, ja. Ja. Was onze niet. Of wij begonnen eerste helft wel goed. Ja, heel goed zelfs. Tweede helft. En dan tweede helft lukte niet. Nee, goed. Maar dat ligt in het verleden en je krijgt Heracles binnenkort thuis. Heracles komt wel op 1-0 door Jis Hornkamp. Ja, die werd even zo. Toen zeiden ze, wij gaan even thee drinken, loop jij maar door. Ja. Oh, dat was toch erg, hè? Die Marta, die zat helemaal verkeerd. Ja. Hato ook. Ja. Ja, maar die is 17, dat mag ik nog ietsje, dat ik denk, hij is jong. Ja. Maar dat mag toch niet gebeuren op dat niveau, man. Maar Rens ook, Eddie, het is... Het is een zootje, dat is niet normaal. Voorin hebben ze kwaliteit, Ajax. En daar moeten ze het van hebben. En dat zagen we, Brian Brobby. Alles op power weliswaar, maar dan nog. Maar dan nog. Ja. Hij maakt ze wel, natuurlijk. Die besliste wedstrijden voor Ajax. Ajax laat bijna geen punten liggen, natuurlijk. In die opwaartse trend. Ben je bang dat ze derde worden? Nou, dat weet ik wel zeker. Nee, ik niet. Nee, ik wel zeker, ja. Oh. Dat komt dus door een speler als Brobby. Ja, maar weekend gaan ze verliezen. Ja. Dus dan komt Twente echt een stukje los van ze. Ik moet dat nog zien. Ja, ik moet dat nog zien, Ajax. Want achterin, ik denk dat wij 2 ook mee kunnen doen. ja, dat zou er geen modderfiguur slaan. Dat is toch niet normaal, joh. Hoe kijk jij naar Ajax, Matthias? Jullie hebben ze verslagen, 2-1 thuis. Ja, natuurlijk. Iedereen dat Ajax niet heel goed de seizoen heeft begonnen. Maar zij komt terug. Dat denk jij ook wel. Zeker. Ja.
Kijk. Wat staan ze nu? 5-6? Ja, maar 5. Ondanks het slechte spel winnen ze die wedstrijdjes wel dankzij die voorwaarden. Ja, klopt. Dat is niet tegen goede ploegen. Nou nee, maar binnenkort hebben ze die Henderson er wel bij en zo. Dus, en misschien nog een speler. Dus dan heb je wel het gevoel van misschien dat het toch nog wel in het pulletje valt. Maar goed. Ik moet het zien. Ja, en tegen jullie kreeg je portie ruimte. Nou, toen hier was niet normaal. Had 1-8 moeten zijn. Maar zaterdagavond kan het gewoon 7-7 worden. Hè. Het was zo open. Het ging alle kanten op. Het was Hornkamp, ja. Ook die was trouwens wel goed. Hornkamp speelde op zich goed. Ja. Maar ze kregen kansen, jongen. Dat was niet normaal, man. Goed, ze kwamen nog op 2-1 door Mario Engels met zijn met de duizendste goal van Heracles in de Eredivisie. En ja, goed, op een gegeven moment dan komt Thomas Brunsen nog in. Die heeft ook natuurlijk wel nog een aardige kans, zag ik. Ja, laten we nou eens aan Thomas Bruns vragen wat er in zijn optiek misging in die wedstrijd. 1-1 is denk ik vooral individuele klasse, denk ik. En de 2-3 is volgens mij gewoon een lange bal achter de verdediging en kunnen ze zo doorlopen. Dus ja, dat mag niet. Als je met 3 achterop staat sowieso al, dan moeten we naar kijken. We moeten vooruit ook meer druk op de bal hebben, denk ik. Dat heeft natuurlijk met elkaar te maken, want ze kunnen ook vrij de paas geven. Dus dat moeten we analyseren en beter doen volgende week. Ja, een dikke blunder, 6-iets. Die bal laat hij stuiteren. Ja. Ja, dat moet Robby niet doen. Gaat hij het lichaam erin zetten? En dan wordt het natuurlijk wel heel moeilijk. Ja. Dan ga je dat duel niet meer winnen. Hij ploft hem ook meteen in. Hup. Brobby of Weghorst voor de basisplek bij Nederland op Brobby. De EK? Brobby. Toch wel. Wat denk jij? Brobby of Weghorst? Wel, beide goede spelers. Ja. Zeg maar gewoon Haaland. Blijf van alle gezeik af. Ja, doe maar Haaland. Ja, Haaland. Ja, ik zeg net Haaland. Dat is natuurlijk een spits. Hè. Niet alleen jouw landgenoot. Dat is meer dan een voetballer geworden natuurlijk. Hoe kijk je naar hem? Ken je hem persoonlijk? Nee, ik ken hem niet persoonlijk. Nee. Nooit met hem samengespeeld. Nee, nog niet. Maar het zou wel leuk zijn om te doen. Ja. Dus we gaan zien of dat gaat gebeuren. Ja, je moet dromen en doelen blijven Zeker. Hebben. Ja, en Heracles speelt natuurlijk volgende week uit bij NEC. Die doen het bijzonder aardig in de competitie op dit moment. Gisteren ook bij Go Ahead, pech. Ja. Ja, dat is normaal moeten winnen. Ja. Hoe kijk je naar die krachtsverhoudingen tussen NEC en Heracles? Het is in Nijmegen. Heeft Heracles daar überhaupt kans? Ik denk weinig. Ik denk dat NEC die gaat winnen. Ja, dat denk ik. Ja. Er is meer elftal, zit meer kwaliteit in. Voorin, Matson. Matson die gaat misschien weg naar FC Kopenhagen, hè? Moet er wel iets bij nog. Ja. En dan iets is met een paar cijfertjes erbij, want anders gaat hij niet. Dat is echt een goede speler. Ja. Maar daarachter, ze hebben nu Thierry erbij natuurlijk. Tjaron, goede speler. Vroeger van Twente, linksbeen. Ja. Maar NEC zie ik wel een kwaliteit hoger dan Heracles. Ja. En zeker in Nijmegen. Ja. Dus dat krijgen ze zo die alhoewel Heracles nog nieuwe erbij willen halen van de week. Ja. Enig idee wie dat gaat worden? Je hebt het altijd goed ingevoerd. Sowieso een verdediger en een aanvaller. En een aanvaller? Ja. Namen en rugnummers? Nummers moet ik nog even over hebben met Nico. Maar wel een aanvaller en een verdediger. Dus wel twee erbij. Er moet wat bij. Ja, dat moet wel. Er is wel een kloofje richting die onderste twee. Nico zat hier in het begin van het seizoen. Ja. Toen heb ik gezegd, met deze selectie wordt het moeilijk. En ze staan dicht bij de degradatieplek. Ja, hoe dan ook. Dan hebben we de winactie natuurlijk, hè? En dat heeft natuurlijk alles te maken, dat hebben wij ooit, we dat begonnen bij Van der Valk aan tafel. Ja. En wij hadden nog hele kleine prijsjes, zeg, weet je nog? Ja, hele bescheiden prijzen. Maar dat is inmiddels veranderd. Ja, ik zie ongekende prijzen en de winnaar, want ik ga dat even bekendmaken nu. De winnaar van de winactie van de dinerbon van €75 maar liefst te besteden bij Grand Café de Domino. Dat is geworden. Dominee, daar heb je gelijk in. Ja, de pastoor. Ja, precies. En omdat het de dominee is, heeft Arjan Derksen daar, en dat is de winnaar geworden, die heeft er een fantastisch verhaal bij verzonnen. Pastoor Mick en kapelaan René delen een bon uit om bij de dominee te dineren. Deze goddelijke geste wil ik graag ontvangen omdat ik geloof in dit koppel. Nou ja, dit is mooi. Dit is dichtkunst eerste klas. Is het jouw neef of is het de broer? Wie heeft ik zeg mij helemaal niet. Arjan Derksen zou denken aan de hoofd van de politie. Ja, dat zou ik aan denken nu als je die naam zegt. Maar dan gaat hij onder politiebegeleiding eten misschien, ik weet het niet. Dat moeten we ook niet willen. Nee. Ik weet het niet. Maar hij heeft hem gewonnen, hij kan zich melden. Hoe dan ook, Arjan, je kunt je melden. Het is je van harte gegund. Dus voor jou dus richting de dominee met twee mensen. Voor €75. En we hebben natuurlijk een nieuwe winactie. Ik zit even naar jouw kapsel te kijken. Net geweest, hè? Ja, dat hoeft dus niet. Maar de winnaar van de volgende winactie... Die krijgt dus een knipbeurt all-in bij de kapperij in Oldenzaal. Dat klopt, ja. Oké, een van jouw contactjes. Mirjam heeft dat weggegeven als prijs deze week. En
te waarde van volgens mij 50 maar euro. Is met wassen, drogen, alles erbij, dus kan iets oplopen. Je mag iets langer blijven zitten ook nog. Dus dat is, kijk maar even. Is niet maar wel een leuke prijs dit. Ja, en wat moet doet, want dat ben jij natuurlijk van. Wat moeten de mensen dan doen om dat te kunnen winnen? Ja, dat moet je maar even zeggen. Ja, dat doe ik ook altijd. Daar ben ik zo slecht in. Nee, totaal niet. Instart, foto, winactie zie ik hier. Nou, die moet dan nu op beeld zijn gekomen. Die hebben we al gehad. Instagram, @voetbaltijd.talkshow. Daar kunnen de mensen natuurlijk... Kijk, en dan kun je aanmelden en dan loodt Anouk iemand eruit. Ja, dus maar als ik jou zo kijk, zou ik ook meedoen. Je hebt wel een kappertje nodig. Ik heb een kapper, die kan er helemaal geen kloten van, maar ik blijf altijd bij hem komen. Maar het ziet Mike Spin. Ja, nee, uit sympathie. Uit sympathie gewoon. Je gaat gewoon, ook al maakt hij er geen kloten van, je blijft uit sympathie bij hem. The spy who loved me. Ja, precies. We gaan naar de voorspellingen. De tussenstand is 16-10 in jouw voordeel. Maar dit moet jij me eerst even gaan uitleggen. Want ik ben natuurlijk nieuw hier even. Ik ben hier even op dit moment even als presentator. Maar wat gaan we hiermee doen? Jij mag eigenlijk... Ja? Het heet eigenlijk Versus Mick. Natuurlijk. Ja, dat wij tweeën het programma doen. Maar de gast die gaat dus als het ware zeggen de voorspelling doen. Ja. En dat tellen we totaal van op. Oké. En ik sta nu op 16 uiteraard. Daar wist je al dat ik voor zou zijn. Dat was al logisch van tevoren. Ja. En de gast heeft dus eigenlijk met zijn gemiddelde heeft tot nu toe 11 keer gelijk gehad. Ja. Maar het heet dan gewoon Wagelaar versus de gasten. Maar jij... Het is nu 16-11 zie ik. Ja. En Feyenoord Twente 0-0. Heracles niemand Ajax 2-4. Niemand wat gehaald. Dus dat is, blijft dat is zo. Geconsolideerd. Maar er kan dus verandering in komen met die wedstrijden van komende seizoen. Ja, dan moet Matthias komende seizoen, wat komende denkt. Week. En dan begin ik met Matthias. FC Twente tegen RKC. Mm-hmm. Komende zaterdag. Wat gaat dat worden? Je bent er zelf bij. Dat zullen wij zien. Uitslag? Durf niet te zeggen. Durf je niet te zeggen? Nee. Wel winst of verlies? Zeker winst. Tuurlijk. Ja, oké. Maar eigenlijk moet het Matthias zeggen, anders kunnen we niet wedden. Ja, dus je moet iets zeggen, Matthias, maakt niet uit wat. Ja. 3-0. Keurig, niks aan de hand. Wat veel RKC komt niet voor de En goal. Jij? Ja, dat wou ik ook, maar dat telt niet. 2-0 dan maar. 2-0. Laat Matthias dan maar een punt pakken. Ja, oké. Ja. Nee, wat dat betreft, we gaan het zien hoe dat gaat lopen volgende week. Maar dan hebben we ook NEC tegen Heracles. Wat gaat dat worden? Wie? NEC in Nijmegen tegen Heracles Almelo. 2-1 voor NEC. Nee. Dat lijkt me heel realistisch. Wat denk jij? 3-1. Je gaf net al aan dat Heracles daar weinig hoeft te verwachten. Dan denk ik 3-1. Ja, 3-1. Oké, dat is genoteerd. Mick die gaat het volgende week allemaal weer even bepalen hoe dat allemaal afloopt. Met betrekking tot het klassement, waar ik geen kaas van gegeten heb, zoals gezegd. Nog heel even terug naar de gast van vandaag. Mooi dat je hier überhaupt was, Matthias. Bedankt. FC Twente, er zijn veel meningen over geweest al de afgelopen weken. Er zijn ook mensen die zeggen, Twente had natuurlijk op zich ook om die tweede plaats mee kunnen doen met Feyenoord. Maar jullie hebben in ieder geval ervoor gezorgd dat de marge niet groter is geworden gisteren met die 0-0. Waar zie jij Twente eindigen? Waar zit er nog rek in zonder Ugalde? Ja, wij hebben natuurlijk doelstellingen. Voor dit seizoen. En dat is natuurlijk om Europese competitie te halen. Dat gaan wij, of wij moeten gewoon geloof hebben in wat wij doen. En ik denk sowieso dat wij top 4 kunnen halen. Top 4 kunnen halen? Ja. Hoe dan ook. Ja. Ja. Maar jij zegt dan top 3 moet ook kunnen. Ja, ik zeg dat top 3 kan. Zeker. Ja. Ik zeg dat top 3 kan. En 2 wordt misschien wat moeilijk. Maar als je dat hoort wat daarmee verdiend kan worden als ze dat redden. Oei. Ja. Ik hoorde iets vanmorgen van 50 miljoen. Ja, dat... De tweede plek. Dat is niet normaal. 6 wedstrijden waar je dat daar dan in totaal in pakt. Dat zou natuurlijk een boost geven van heb ik jou dan. Maar dat Feyenoord is nog niet zo stabiel gisteren ook, de eerste helft. Nee. Het voetballen nog niet echt geweldig. Geen goede rechtsbuit ook, hè? Nee, ook niet. Nieuwkoop weer. Die was nieuw aan de rechterkant. Ja. Maar het is nog niet zo stabiel daar. Nee. Maar Twente 3, dat zie ik wel zitten, ja. Ja. Dat zie ik wel zitten, ja. Echt. En dat is al prima. Ja. Als Boadu terugkomt en het is de oude Boadu van AZ, maakt hij er ook nog 10. Het probleem is wel dat hij geen spelritme heeft. Hè? Nee, dat is jammer. Dus hij moet 2 jaar weer... bijna niet gespeeld. Ja, hij moet echt weer helemaal in het ritme komen. En dan ben je alweer een paar weken verder natuurlijk. Dan, dat is jammer. Maar We moeten nog eerst zien of dat gaat gebeuren. Nog één dingetje over Michel Flap. Jullie hebben hem gisteren omarmd na die misser. Het doelpunt, wat als een misser werd gekwalificeerd. Hoe ging het vandaag op de training met hem? Goed. Ja? Hij was weer buitenspel? Geintjes opgemaakt. Natuurlijk is hij niet blij.
nee. over wat gisteren gebeurt. Maar ja, Flap is, ik vind Flap een aardige man en een goede speler. Dus maar je bent hij als... moet gewoon snel omschakelen. Ja, maar je bent als ploeggenoten om hem heen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Mooi. Dat is ook de spirit van FC Twente. Zeker. Oké, het lijkt me een mooie afsluiting. Was leuk weer. Dankjewel. Ja, het was leuk om even weer samen te zijn. Ondanks het feit dat ik me aan een lijvig draaiboek moest houden. En daarom ga ik ook zeggen, dit was 1 Twente voetbaltijd van deze week. Kees van Wonderen te gast. Kees. Interessant volgende week. Leuk, trainer van Heerenveen. Ja, leuk. Moest eruit in het begin van het seizoen. Ja. Vervolgens ging het weer beter. Ja. Doe hem de hartelijke groeten. Zal ik zeker doen. En vergeet dit programmaatje niet te volgen op YouTube, Spotify, Instagram. Dat was vroeger ook al zo. TikTok is erbij gekomen. TikTok is erbij gekomen, ja. Facebook. Ja, ja, ja. En dan kan ik alleen maar zeggen bedankt nogmaals. Dankjewel. Matthias, succes met alles. René, bedankt. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week met niemand minder dan Mick van Halst. Tot ziens. Doei.